this attack move on the throne. Corruptie scandal is tapeless in SMFM. De bedrijf Culture TV is signing in. Dit is Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Suriname altijd dichtbij, je zat vatig in Meati, Srana. Fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. De wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Yeah. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Culture TV Open Mic. Welkom in Sweetie Serendang, 17e rijkste land van de wereld. En vanuit deze kant willen we de president daar in China groeten en succes toewensen met het voorzetten van het goede werk voor Suriname. We zitten met de heer Emro Vezer, geen onbekende bij Culture TV. Meneer Vezer, welkom bij Culture TV nogmaals. Ja, bedankt dat u mij heeft uitgenodigd en ik groet de kijkers en luisteraars van Culture TV. En het is mij een eer om weer te zijn voor deze microfoon van Culture TV, want er gebeurt zoveel in Suriname dat er heel veel te bespreken valt. Dus ik ben blij dat u de tijd vrij heeft gemaakt om met mij te kunnen praten. Ja, het is altijd fijn om met u te praten, want de laatste keer hebben we ook zoveel informatie van u kunnen krijgen. Het jeugdbeleid, hoe dat wel dus aan die samen kinken in Serendam, qua de systemen zijn. Vandaag is een religieuze dag. Bodo, Idul Fitr, van de Metakazani. Je had het over religie, onder andere de vorige keer ook. Oh, de rol van religie binnen onze samenleving en de politiek. Nou, ik heb het de vorige keer uitgelegd dat je op aarde twee systemen hebt met precies dezelfde kern. En het zijn oeroude systemen die een paar honderd jaar geleden zijn uitgedacht. En ik vermoed dat het dezelfde groep mensen zijn geweest die dat hebben uitgedacht en op papier hebben gezet. Waarom ik dat zeg? Omdat beide systemen, religie en politiek, precies dezelfde kern hebben. Indoctrinatie, manipulatie en verdeeldheid. Dat is de kern van allebei systemen. En ze hebben het door de eeuwen heen zodanig geperfectioneerd dat bijna niemand meer op aarde kan functioneren zonder die twee systemen. En het een van de ergste, nou zijn beide eigenlijk even erg. Want beide vernietigen deze wereld. Beide systemen vernietigen de wereld. En daar kunnen de religieuze mensen natuurlijk heel erg boos worden op mij dat ik dat zeg. Maar ik zal u een voorbeeld geven. Je hebt namelijk Idul Adha. Dat is ook zo'n moslimfeest. Een moslimgedenkdag of weet ik veel hoe ze dat willen noemen. En dan wordt een koe of een stier wordt op een gruwelijke manier aan zijn poten gebonden.
En dan wordt een ring in de grond gemetseld, een ijzeren ring. En dat armdier wordt door zijn neusgaten met een touw vastgebonden aan die ring. En het beest staat er dan, een kalm of hoe die beste man heet, staat er dan te bidden. En een ander snijdt dat beest zijn nek door met een mes. Ik heb het één keer meegemaakt, omdat ik mijzelf daarvan wil overtuigen. Want ik hou niet zo van horen praten. Ik wil graag zelf de dingen zien, zodat ik daar ook zelf een mening over kan vormen. En ik ben huilend weggerend van de plek. Want ik kon die gruweldaad kon ik niet aanschouwen. En omdat ik huilde en wegrende, lachten die moslims me uit. En ze noemden me een mietje. En ik dacht bij mijn eigen, waarom zet je je moeder niet daar en slag je er? Hoe in godsnaam kan je iets dat de schepper heeft geschapen, terug gaan staan offeren aan diezelfde schepper? Ben je gek of kan je niet helpen? Dat vraag ik me daar af. Het zou wat mooi zijn dat jij aan diezelfde schepper die koe heeft gemaakt weer terug gaat offeren. Wat wil je daarmee bereiken? En dan heb je zo van die geweldige religieuze dagen waar ze steeds erop wijzen vrede, liefde en harmonie op de wereld prediken ze. Maar durf iets verkeerds te zeggen over hun boek. Dan staan ze wel te trappelen om je strot door te snijden. En want ze zijn heel vredig hoor, heel vredig. Ja, zeg iets over die Koran. Dan staan ze wel te trappelen om je strot door te snijden hoor. Maar elk jaar staan ze wel te bidden over vrede, liefde en harmonie. Wie houdt wie voor de gek? En wat is het gevaar van religie? Religie zet mensen op tegen elkaar. Ik heb u gezegd, indoctrinatie, manipulatie en verdeeldheid. Mensen van een bepaalde religie mogen niet bemoeien met een ander van een andere religie. Want die worden beschouwd als afgoderij en vijanden. Zo houden al die kerken, al die religieën houden zo hun volgelingen bij elkaar. Door ze angst in te boezemen. En hetzelfde doet de politiek ook. Politiek houdt zichzelf in stand door het volk angst in te boezemen. In elk land, overal ter wereld, wordt angst ingeboezemd. Momenteel heb je tussen Biden en die andere witte man daar, heb je ook zo'n gevecht. Want ze gaan naar de verkiezingen toe. Worden ook mensen bang gemaakt voor elkaar. Zo is de enige manier waarop je religie en politiek in stand kan houden. Angst inboezemen. En het Surinaams volk is momenteel door deze regering zodanig angstig gemaakt dat ze niet eens meer naar het toilet durven te gaan. Want ze zijn bang dat die toiletbril ze gaat bijten. Dus dat zijn ze nou bang. Dus het is gruwelijk. Het klinkt misschien oppervlakkig, maar het is heel diepgaand. Als je iemand bang maakt, frustreer je de persoon. Je werkt op zijn zenuwen. En als je iemand bang maakt, kan je hem makkelijk manipuleren. Want hij gelooft alles wat je hem zegt. Als je hem bang maakt voor de buurman, gaat hij geloven dat de buurman slecht is. Dus alles wat je hem verkondigt over de buurman, neemt hij van je aan. En dat is er momenteel aan de hand. Kijk maar wat we hebben in Suriname. Momenteel. Rassen worden tegen elkaar opgezet. De een beweert dat de ander slecht is. En dat de ander corrupt is. Maar beide zijn allebei even corrupt. Dus dat is politiek. Politiek heeft nooit een land opgebouwd. Nooit. Het is altijd de technocraten en van het bedrijfsleven die een land hebben opgebouwd. Nooit de politiek. Wat je ook merkt is dat de politiek nu ook de religieuze huizen zeg maar gebruikt om hun propaganda te maken. We hebben het met de voedselpakketten bijvoorbeeld die verdeeld worden vanuit de religieuze organisaties. En die politiek gaat nog verder door de religieuze organisaties ook nog vrijstelling te geven van de verhoging van de EBS-kosten momenteel. Ze betalen ook geen belasting. Dus ze worden aan alle kanten vet gemest door de politiek. Waarom? Omdat die politiek ze nodig heeft om hun volgelingen te onderdrukken. Ja. En te manipuleren. Want dat doet de politiek. Niet alleen maar met religie hoor. Ze doen het ook met de vakbeweging. Manipulatie. Ze manipuleren die leiders van die vakbewegingen en die op hun beurt manipuleren weer hun volgelingen. Kijk, religie zou zijn verkeerde kant hebben, maar wat we ook hebben gezien is dat tijdens Pagwa bijvoorbeeld, hebben we het onafhankelijkheidsplein gezien. Vol met mensen die het Pagwa-feest zijn gaan vieren onder andere. Dus het brengt wel mensen bij elkaar zo te zien. Hey.
in Suriname hebben we een feestcultuur. Wij grijpen elke mogelijkheid aan om feest te vieren. We hebben Bigiari-viering, we hebben van alles en nog wat. Als je maar feest wil hebben, zijn we pan klaar. Je hoeft maar een soundtruck te zetten ergens op een hoek en je hebt een feest. Compleet feest. We hebben een feestcultuur. Want zo zijn wij namelijk opgevoed door die politiek. Brood en spelen. Zo zijn we opgevoed door de politiek. Jaar in jaar uit in Suriname. Decennia lang. Brood en spelen. Geef ze voedselpakketten. Geef ze eten dat ze net geen honger lijden. En ze zijn happy. En je kan ze lekker verder manipuleren en ze onderdrukken. En ze uitbuiten vooral. Want ja. Dat doet politiek. Uitbuiten. Kijk maar naar ons DNA. Ja, ze gaan daar binnen als armoedzaaiers. En ze komen eruit als miljonairs. Binnen 5 jaar. Want ze krijgen hun honorarium of salaris. Of ik weet niet hoe ze dat noemen. Want ze bedenken allerlei mooie woorden ervoor. Of vergoeding of weet ik veel. En daarna zitten ze in commissies. En in elke commissie krijgen ze weer geld. Ja. En als ze naar het buitenland gaan, krijgen ze daggeld. Dus ze gaan erin als armoedzaaier en komen eruit als miljonair. Kijk maar naar de auto's die ze rijden nu. Vraag ze als ze op de fiets reden. Of met de PL-bus naar het werk gingen. Voordat ze daar waren. DNA. Ja. En dat is het probleem wat wij de jeugd steeds voorhouden. En dat is het gevaar. Wij verzieken de jeugd in Suriname om niet naar school te gaan. Want wat is het voorbeeld dat ze geven? Anders zitten daar in DNA die niet eens hun naam kunnen uitspreken. De het is al een drama voor ze. Maar ze worden wel miljonair daar. En wat geef je dan als voorbeeld aan die jeugd? Je hoeft niet te studeren, je hoeft te slijmen met politiek. En dat is wat politiek wil. Je volledig beheersen, je manipuleren. En je een beeld voorhouden wat eigenlijk nooit waarheid voor jou wordt. En dat is wat je steeds aan je nageslacht moet doorgeven. Is dat waar we naartoe moeten? Ik denk het niet. Ja, ja. Op een gegeven moment begin je wel te twijfelen aan zeg maar, het respect naar elkaars religie ook. Want we hebben Pakwa gehad, een religieuze dag. Er is heel erg geweest. Totdat religieuze organisaties zelf een statement hebben uitgebracht over het gebeuren dat daar heeft plaatsgevonden. Ja. Toen hebben we dan Pasen gehad. Het is ook zwaar geweest vanaf Goede Vrijdag tot naar Tweede Pasen. Grote feesten in Nikeri, Nikeri Festival. Is dat de wijze waarop we nou met religie moeten omgaan? Is dat de wijze waarop we elkaars religie moeten respecteren? Kijk, ik ben een mysticus. Ik laat iedereen in zijn waarde en ik respecteer iedereen. Als jij rust vindt, geluk vindt, in een religie, dan moet je dat vooral doen. Waar ik zwaar tegen ben, is wel dat je scholen hebt, lagere scholen, van allerlei religieën. Hindoe, moslim, RK, EBG, noem maar op. Wat doen ze? Ik woon 100 meter verder van een zo'n school, een lagere school van hindoe. Wat weet je wat ze doen 's morgens? Kinderen hindoe lesgeven. Er is van alles en nog wat zitten daar op die school. Allerlei rassen. Krijgen kinderen les van hindoe. Is dat wat je moet doen met een kind? Religieverslaafde maken als ze volwassen zijn? Nee, is niet de bedoeling. Ieder mens is een vrij mens. En je moet op een volwassen leeftijd, waarbij je keuzes kan maken, in staat bent keuzes te maken, dan kiezen. Als jij wel of niet een religieuze organisatie wil aanhangen. Maar je kan niet een kind gaan manipuleren. Dat ben ik volledig tegen. Ik vind dat we alleen openbare scholen moeten hebben. Zonder dat gedoe van religie. Ik ben er zwaar tegen. Want zo manipuleer je een kind. En dat is niet de bedoeling. Een kind moet vrij zijn in zijn opvoeding. Ja. En in zijn weg die hij moet bewandelen. Ja, want op een gegeven moment kan dat wel voor verwarring zorgen. We zijn een gemeenschap en je hebt vrienden die zeggen van tak, mijn kind zit op een hindoe school, maar thuis zijn we christenen. Ja. Dus thuis moet je dan het Onze Vader bidden. En op de school bid je dan wat anders. Ja. Weet je, en dat brengt inderdaad verwarring voor die kinderen. Maar het is ook niet gezond. Ook niet gezond. Kijk, wanneer we hebben het constant over de jeugd is de toekomst. Maar wat hebben we aan een toekomst als je de jeugd verziekt? Niemand vraagt zich dat af. Het is net als hoe momenteel geschreeuwd wordt van al die politieke partijen. We moeten dienende leider hebben, we moeten vicieuze leider hebben, we moeten weet ik veel wat voor leider hebben. Wie voedt die leiders op? Niemand. Waar moeten ze vandaan komen? In de hemel vallen. Als je een kind verziekt vanaf kinds af aan, wat verwacht je van het eindproduct als hij volwassen is? Is hij toch volledig verziekt? Kijk maar wat ze doen bijvoorbeeld met
Je had een parlement, een jeugdparlement. Nou, al die jeugdigen daar werden volledig gepolitiseerd. Nu hebben ze een jeugdraad, ze hebben het vervangen. Hetzelfde liedje gaat door. En die jeugd moet dan die andere jeugdigen gaan politiseren. Is dat het? Is dat wat we die toekomst noemen? Nee toch, dat is niet de toekomst. De toekomst is een kind een vak leren. Yeah. Een kind leren om zijn talenten te ontplooien. Een kind leren om een burger te zijn. Een medemenslievend mens te zijn. Dat moeten we een kind leren. We moeten een kind niet leren om politiek te bedrijven. Dat moeten we een kind niet leren. En opvallend is ook dat de economie eigenlijk altijd stilstaat bij bepaalde religieuze dagen. Als je nou hindoe bent of christen of something. Zolang dat die door is de hele natie vrij. Nationale vrijdag. Maar je merkt niet dat mensen naar de dat veel mensen naar de kerk gaan of naar de moskee gaan. Of zelfs mensen die geen geloof hebben, zijn vrij op die dag. Moet er niet op een andere manier omgegaan worden met zulke dagen? Want we kunnen meer bedrijvigheid, we hebben wel meer bedrijvigheid nodig in dit land. Ik ben het absoluut met u eens. Kijk, wij ondernemers, ik ben al 42 jaar ondernemer. Wij ondernemers lijden verschrikkelijk onder dit gedoe. Iedere keer wordt er een nieuwe nationale feestdag afgekondigd. Iedere keer. Volgens mij lijkt het op een gegeven moment erop alsof we als hobby gaan werken. We hebben zoveel nationale feestdagen dat het lijkt alsof we als hobby gaan werken. En dat kan niet. Wij als ondernemers gaan kapot op die manier. We hebben het al zwaar. We worden al door die politiek verschrikkelijk uitgebuit en gemanipuleerd. En ons bedrijfsvoering wordt er niet gedaan. Bijvoorbeeld dat ze nu met een of ander foodbasket rommel bezig zijn. Dat betekent dat onze president zijn eigen bedrijfsleven de grond in boort. Wat moeten wij ondernemers dan doen? Jij als president, als politiek, als regering, hebt toch niks te maken met het bedrijfsleven? Wat is jouw foodbasket gedoe om goederen goedkoper te verkopen dan de winkelier? Dan ondermijn je toch die ondernemer? Idioten. Ik snap deze regeringen niet. Hè. En niet alleen deze regering, allemaal hoor, ervoor. Want laat me niet zeggen deze regering, want anders gaat Chantokki zijn JET-team dadelijk weer voor de deur sturen. Al die regeringen waren idioten, inclusief hij. En de volgende ook die gaat komen. Want het systeem verandert maar niet. Dus geloof me, we hebben alleen maar idioten aan de macht. Sinds ik ben geboren hebben we narcisten, psychopaten, allerlei figuren hebben we aan de macht gehad. Sinds ik ben geboren. En ik zou je zeggen, ik ben geboren uit een arm gezin, Minyan Lansi Gronyang. En tot op heden worden voedselpakketten uitgedeeld. Pardon. Tot op heden worden voedselpakketten uitgedeeld. Wat wil dat zeggen? Ik ben 65 jaar. De Surinaamse staat heeft 65 jaar stilgestaan. Dat betekent het. Want als wij in progressie waren geweest, 65 jaar lang, hadden wij nooit meer voedselpakketten aan burgers uitgedeeld. Want dan had iedereen een goed inkomen. Terwijl we een heel rijk land zijn. Zogenaamd 17 rijkste land. Maar het is onder de grond, hè, al die rijkdom. En die rijkdom geven we graag weg aan buitenlanders. Ja. En hoe zijn we het rijkste land dan? Ons volk pinaart als honden. We hebben Alcoa gehad, 99 jaar ons uitgebuit. Wat hebben we er al over gehouden? 0,0. We pinaarlijk dagoe. En dan zijn we het rijkste land? Ik weet niet wanneer, waar. Ik heb het niet gezien. Misschien leef ik op een andere planeet. Het aantal, ja, je kan het ook zo zien. Like, rijk in de aardbodem. Maar qua kennis ook. Kijk, je hebt veel bachelor, masters, professoren, doctoranden en al die elke keer bij elkaar komen. En lezingen houden en dat soort van type zaken. Om te zeggen hoe het beter kan gaan met Suriname. Maar ligt het niet aan de keuze van de samenleving om deze kennisgroep, die groep van kennis, kans te geven? Ik zal u wat moois vertellen. Ik heb een voorstel gedaan. Net wat u zegt, we hebben bachelors, professoren, weet ik veel hoe ze allemaal heten. Doctorandes, doktoren, karkong. Hebben we in Suriname. Het Creool, bijna 600.000 mensen hier, zijn allemaal professor. Maar waarom pinaart het binnenland nog steeds met stroomvoorziening? Terwijl je soelaas hebt, je hebt stroomversnellingen. En een heel simpel systeem heb ik ontworpen als elektrotechnicus. En ik heb meegedaan aan een Amerikaans onderzoek. Ik heb niet gewonnen, ik heb de prijs niet gewonnen. Iemand van Barbados heeft het gewonnen. Omdat hij wat andere dingen bij heeft gezet.
Maar het is heel simpel. Het heel binnenland kan je voorzien van gratis energie. Door die soelas en stroomversnellingen die ze daar hebben. Gewoon, ik zal het maar verder niet uitleggen, want anders gaan anderen mee. Ik wil de Universiteit van Suriname uitnodigen. Ja. ADEC, ik wil PTC uitnodigen. Ik wil die andere, hoe heet dat zo weer? Inasad. Huh? Inasad. Ik wil ze allemaal uitnodigen. Ik vind dat de president een prijs moet uitloven. Iemand die dat systeem kan ontwerpen, dat al die dorpen middels die stroomversnellingen 24 uur gratis stroom krijgt. Dat wil ik zien. En dan heb ik respect voor onze instellingen. Dan pas. Want wat wij hebben in Suriname zijn alleen maar theoretische instellingen. Zitten daar in een bank, leren allerlei theorie, krijgen een beetje stage. En daarna verbeelden ze zich professor. Maar je bent niets. Je bent 0,0. Want je bent niet praktisch inzetbaar. Maar dat, wat u daar heeft gezegd. Kijk, er zijn veel mensen naar buiten gekomen met innovatieve ideeën. Ik kan me nog herinneren, meneer Samuel Keuk had, gas. Vanuit natuurlijke materiaal. Ja. Maar u heeft elektriciteit bijvoorbeeld. Maar al die dingen dat u wilt brengen. Zorgen ervoor dat die grote maatschappij. Die mensen die de monopolie hebben in Suriname. Ze verliezen een broodje. En de politiek ook. Want de politiek. Die heeft het als een paradepaardje van dat. We geven gratis stroom aan het binnenland middels EBS. Ze hoeven geen stroom te betalen. Ja. Dus als u nu met uw gratis stroom komt, hoeft niemand meer te zeggen van dat politiek heeft het voor me gedaan. Ja, precies. Maar politiek, die zegt dat die mensen gratis stroom krijgen. Maar vraag ze als die mensen werkelijk gratis stroom krijgen. Weet je hoe vaak er geen brandstof geleverd wordt? Weet je hoe vaak die generatoren stuk zijn? Dus dat verhaal is onzin. Het is jaar in jaar uit, politiek doet maar één ding in Suriname. Manipuleren, mensen gek maken, mensen met een dode mus blij maken. Dat doet politiek in Suriname. Maar daadwerkelijk dit land duurzaam opbouwen, heb ik nog nooit politiek zien doen. En ik ben bang dat ik doodga en het nooit ook zal zien. Want ik ben ervan overtuigd dat alleen wij technocraten dat kunnen doen. Los van politiek. Ja. Let wel, los. De heer Santokki is nu met een 24 man sterke team vertrokken. Ja. Om goede zaken neer te zetten voor Suriname. Het kan niet misgaan met 24 mensen in je team. Het kan niet verkeerd gaan. Je hebt 23 mannen die je kunnen corrigeren als je het verkeerd doet. Nee, Santokki is naar China gegaan om met de Chinezen te onderhandelen over een schuldherschikking. Want sinds Santokki is aangetreden, heeft de VHP één ding verkondigd. Of één ding laten zien, vertoond. Is dat zij niet bereid zijn om schulden te betalen. Ze houden niet van schulden betalen. Ze houden van schulden nemen. Santokki, sinds ze aantreden, dagelijks zowat verwijst hij naar de vorige regering. Hoe die leningen hebben genomen. Hoe die de maatschappij hebben vernietigd. En weet ik veel nog meer. Maar ik wil graag aan het eind van deze regeerperiode een breakdown krijgen. Van alle leningen die ze hebben afgesloten. Tijdens hun periode. En alle donaties en schenkingen die ze hebben gehad. Wil ik een breakdown hebben. Zodat we kunnen zien waar het geld aan is uitgegeven. Laat een keer verantwoording afleggen waar je dat geld aan heeft uitgegeven. Daar heb je de pop aan het dansen. Maar dat gebeurt steeds niet. Geen enkele regering is verplicht. En dat is een probleem in onze wetgeving. We hebben een politieke wetgeving. We hebben geen democratische wetgeving. Geen enkele regering is verplicht na zijn regeerperiode een breakdown te geven aan het volk. Voor te leggen aan het volk. Wat hij heeft ontvangen en wat hij heeft uitgegeven. Zodat de balans kan worden opgemaakt. En daaruit kan je dan zien. Als jij dan een goede leider bent geweest. Als jij dan het land hebt opgebouwd in de plaats van afgebroken. Dat is het enige bewijs, een breakdown geven, een balans geven van je inkomsten en je uitgaven. Dan kunnen we zien, als je het land hebt verheven naar een hoger niveau, of als je het land hebt afgebroken naar een lager niveau. Ja. Want allemaal zijn bezig het land verder de afgrond in te helpen. Ik heb het een keer gezegd, wij zijn momenteel op de bodem van een ravijn. Zo arm zijn we momenteel. Alleen de zijkant hoeft nog af te kalven en we zitten er allemaal onder. En het is klaar met Suriname. Vergis je niet. De leningen, kijk bijvoorbeeld, de IMF was bij de vorige tranches heel kritisch tegen die regering. Tikte die regering op de vingers voor alles. En nu
Zij is heel lovend over die regering. En geven ze graag geld. Waarom? Om Suriname verder te binden. Aan de, je hebt namelijk de wereldorde. En die wereldorde die is in een concurrentiestrijd met die... Die wereldorde is van de blanken. En die zijn een concurrentiestrijd met de Aziatische ploeg, Arabische ploeg. Dus die probeert zoveel mogelijk de landen aan hem te binden. Daarom, IMF geeft je graag geld. Alleen dat je gebonden bent aan handen en voeten aan die wereldorde. Dat is wat erachter schuilt. En als je het niet terug kan betalen, geen probleem, dan gaan we toch je inkomsten beslag leggen. Heel simpel. Oil and gas, dadelijk is niets meer van ons. Geen koopprocent meer. Alles wordt beslag opgelegd. Let maar op. Want wat wel opvallend is in dat van IMF, inderdaad zijn ze kritisch geweest de vorige tranches, maar ondanks zijn kritische opmerkingen, hebben ze dat geld toch gegeven. Ja. Kijk, we zien wat er gebeurt in de gezondheidssector bijvoorbeeld. Ja, je krijgt geld, maar er wordt bijna niks gepompt in die gezondheidssector. Een sociaal stelsel is totaal... is op nul, kan je zeggen. Nee. Niks komt de mensen tegemoet. Nee. En mensen die van AOV en pensioen leven, krijgen nu een koopkracht van 1800 SRD. Maar asa, nee, jeppie. En toch geeft IMF dat geld. Omdat IMF is een werkarm van de wereldorde. Je hebt de Wereldbank, je hebt IMF, je hebt verschillende financiële instellingen. Die zijn werkarmen van de wereldorde. Om controle te blijven houden over de wereld. Dat zijn werkarmen. Dus ze zullen je nooit weigeren. Je hebt IDB, geef graag geld. Ze geven weer 30 miljoen uit aan die cultuur en de eigendommen en weet ik veel. Geven ze weer 30 miljoen. Lening. Alles is lening. Niks is een schenking. Maar er wordt naar buiten gebracht als het naar het volk toe. Door die regering, alsof ze geweldige daden verrichten. Je verricht geen enkel geweldige daad. Het volk gaat die lening terug moeten betalen, niet jij. En daarom zei ik, aan het eind van elke regeerperiode moet er een breakdown gemaakt worden van de inkomsten en de uitgaven. Laten we zien wat je hebt uitgespookt in die jaren dat jij aan de macht bent geweest. En dan kunnen we zien als jij werkelijk een goede leider bent voor Suriname. We hebben niet allerlei leiders nodig die mensen beweren. Want ze zijn allemaal corrupt. Ja. Dus laten we dat duidelijk vaststellen. Ze zijn allemaal corrupt. Dus wat wij moeten hebben zijn systemen die jou verplichten om eerlijk te zijn. Zo alleen kunnen we corruptie de kop indrukken. Je moet kunnen verklaren wat jij hebt gedaan binnen jouw regeerperiode met de inkomsten en de uitgaven. Wat heb je gedaan? Ja. Hebben we geld overgehouden? Heb je projecten neergezet die duurzame ontwikkeling teweeg brengen? Vertel me. Wees me. Je bent nou naar China met 24 man. Eén moet zijn hand vasthouden, één moet zijn oorbel vasthouden, één moet zijn hemd vasthouden, één moet zijn jas vasthouden. Want hij valt om van ellende. Hij gaat daar naar China, hij gaat bedelen. Hij gaat bedelen. Want dat is het enige wat ze doen op aarde. Ze reizen die wereld af om te bedelen. Niet om het land te verheffen, om te bedelen. En vraag ze waar al die gelden die ze aan donaties en aan schenking... Want ze krijgen weer een schenking hè? In China. Hè? Ze krijgen een schenking weer. Eventjes zo wat geld, weet je, voor lekkers te kopen. Hè? Ga hem kopen, want die van jou is een beetje klein. Weet je, krijgen ze een schenking. Ja, toch? Die vrouw van je, haar, haar zit ook niet best. Breng haar naar de kapper. Weet je, en zo. Maar, wat wordt er gedaan voor het land? Hij gaat Dalian opzoeken om nog meer infrastructurele werken hier uit te voeren. Maar niet gratis. Wij moeten ervoor betalen. Wat denk je, die Chinese schoonmaak hier gaat komen en naar je mooi gezicht gaat kijken en zeggen: Chang Ping Fang Chong Chang, ik ga je helpen. Hij is gek. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Die mannen komen hier niet om naar je mooi gezicht te kijken. Ze komen geld verdienen. Dus wat doe jij? In de plaats dat je technologie naar Suriname haalt, haal je bedrijven naar Suriname. Is dat opbouwen van een land? Ik weet niet, daarom zeg ik steeds, al die regeringen die aantreden zijn idioten. Je bouwt een land op door techniek in te voeren. Niet om bedrijven in te voeren. Je hebt de ADEC, je hebt PTC, je hebt de NATIN, je hebt weet ik veel hoe die scholen allemaal heet. Voer kennis in. Voer kennis in die jij niet hebt om hun te verheffen. Zodat jij je maatschappij opbouwt met je eigen technocraten. Dan ben je duurzaam bezig. Niet bedrijven binnenhalen om je leeg te plunderen. Stel eens idioten, ik kan me gruwelijk erger aan ze hoor. Neem me niet kwalijk, ik kan me echt erger aan ze.
De president heeft tijdens een van zijn reisjes, de laatste naar Guyana, dat hij had gedaan, heeft hij zijn vrouw meegenomen als juridisch adviseur. Ja. Ze zouden zijn gaan praten over de bouw van de brug naar de quarantaine. Is toch wel, hij is toch wel spaarzaam geweest daar om in plaats van een jurist in te huren, zijn vrouw als juridisch adviseur mee te nemen. Vindt u dat niet geweldig? Als u dat geweldig vindt, dan kunt u beter dan ik. Ik heb een keer een lied gehoord in Nederland. Ziet u het nu nog zitten, dan kunt u meer dan mij. Weet je wel? Oké. Die man brengt zijn vrouw mee voor een vakantiereisje. Die vrouw is voor hem Maria of Allah of weet ik, Krishna of weet ik veel hoe ze het allemaal noemen, die code. Toch? Want zijn vrouw is voor hem de enige op aarde die kennis heeft. Maar welke kennis heeft ze? Heb je ooit die diploma's van haar gezien? Welke kennis heeft ze? Wat heeft ze gedaan als RVC-lid bij Staatsolie? Niks. Die vrouw wordt overal gefaciliteerd door hem. Wat owee als hij thuis komt. En hij er niet faciliteert. Boy, dan mag je ook aan niks komen. Hè? Mm. Dan mag je op de bank slapen buiten. Bij de honden. Ja, oké. Grapje hoor, grapje. Nee, maar wat is uw verwachting van zijn bezoek aan China zelf? Wat denkt u dat het resultaat zal brengen? Want hij gaat schuldherschikking doen. Oké, dan betekent dat hij meer ruimte heeft om in andere zaken te investeren voor Suriname. Dan die schulden te betalen aan China. En, wat is uw verwachting van dit bezoek uiteindelijk? Kijk, laten we heel duidelijk. Ik ben een ondernemer, hè? 42 jaar. Hè? Ik ben een technocraat. Oké. Laten we even één ding heel duidelijk stellen. Hè? Als je een herschikking treft met die andere groep van Parijs, hè? En die Oppenheimer groep, heb je al schikking getroffen? Heb je geld uitgehaald? Waarom moet jij nou een schikking gaan treffen met China? Dat geld dat je daaraan hebt overgehouden, had je kunnen aflossen aan China. Dan ben je onafhankelijk. Je maakt jezelf afhankelijk nu van die Chinezen. Ze gaan herschikken, maar er komen voorwaarden. Wat denk je dat ze zomaar gaan herschikken zonder jouw voorwaarden te stellen? Dan ben je gek. Er komen voorwaarden. Dan wil ik dit, ik wil dat, en ik wil dat, en ik wil dat. En je gaat moeten voldoen aan hun eisen. Dan krijg je geen herschikking. En die mannen gaan zeggen, oké, geen probleem, je hebt geen geld. We sturen alvast Dalian, ik kan die 50 wegen voor je asfalteren. Geen probleem, je zal me later betalen. Maar je gaat betalen. En zo hebben die Chinezen steeds meer grip op Suriname. Want je moet één ding niet vergeten. Vanwege die oil and gas die we hebben, zitten verschillende landen aan ons te trekken. We zijn ineens interessant voor de wereld. Die Arabieren zelf, kijk hoe ver ze zijn. Staan te springen nu om ook te investeren in Suriname. Waarom? Het is een rat race. Je hebt Bob Marley even een keer een lied gezongen. Rat race, human race, horse race en all the fucking race. Dat is nou aan de hand. Suriname is nou een rat race voor het buitenland. Want allemaal willen als eerste hier zijn om zich te vestigen. Om hier hun jan te maken. Want allemaal zijn niet gek. Ze volgen de hele wereld volgt de ontwikkelingen. Ja. Ook in Suriname de ontwikkelingen. En ze hebben gezien dat we hier veel olie hebben hier. Wat denk je dat ze gaan doen? Ja jongen, we zijn nou geliefd in het buitenland. Verschrikkelijk geliefd. Al zijn we zo corrupt als de pest. Maakt niet uit. Maar ik ga je geld geven. Want ik wil mij vestigen daar. En allemaal proberen, net wat ik je zeg, je hebt dat Oosters blok, je hebt het Arabisch blok, je hebt die wereldorde. Dat zijn concurrenten van elkaar. Iedereen, al die drie, proberen zo snel mogelijk, zoveel mogelijk landen onder hun controle te krijgen. Daarom staan die Arabieren nou ineens te trappelen om leningen te geven aan Suriname. Mm-hmm. Om je lekker te binden aan ze. Leningen, het betekent niks anders. Op dat niveau betekent een lening niks anders dan binden aan mij. Dat betekent een lening. Ja. Als jij geld bij mij leent, ben je aan mij gebonden. Want ik stel mijn voorwaarden. Want ik geef, dus ik stel de voorwaarden. Dan ben je gebonden. En als je er niet aan voldoet, ga ik beslag leggen. Ik moet wel zeggen dat qua onderhandelen, is onderhandelen nou een van de sterkste kanten van deze regering? Like onderhandelen. Is het een van de sterkste kanten? Merkt u dat we goed weten te onderhandelen? We kennen die problemen met Guyana. Dan en wel geen visvergunningen beloofd. En dan een wel onderhandelen of niet onderhandelen met Guyana over bouw van die quarantainebrug. Suriname heeft geen historie van onderhandelen.
We hebben dat niet. We hebben geen historie van onderhandelen. We hebben dat niet. We hebben nooit mensen getraind daarin. Waarom? Politiek heeft een hekel aan tegenstanders, aan slimme mensen. Politiek wil geen slimme mensen hebben. Dus mensen worden nooit getraind als specialist op een bepaald vakgebied. Worden bijna vijand voor ze. Hebben ze geen controle meer op je. We hebben nooit mensen getraind in Suriname om te leren onderhandelen. Onderhandelen is een techniek. Je moet die techniek aanleren aan die mensen. Stuur ze naar het buitenland. Stuur ze naar rijke landen waar er op hoger niveau wordt onderhandeld. Laat ze leren hoe je dat doet. Om te zorgen dat jij jouw product dat jij voor jezelf hebt uitgekozen ook eruit kan halen in die onderhandeling. Misschien niet 100%, maar 90%. Dan ben je een goede onderhandelaar. Maar als jij gaat en je wordt met de vloer gelijk gemaakt, ben je een slechte onderhandelaar. En in Suriname hebben we geen goede onderhandelaars. Hebben we gewoon niet. We hebben alleen maar van die figuren die zich Jezus verbeelden. Maar uiteindelijk niks eruit komt. Kijk maar naar die centrale bank. Kijk maar naar die onderhandelingen met IMF. Kijk maar. Het voorbeeld ligt vlak voor je. Hoe goed hebben we onderhandeld met die IMF? Later zullen we... Kijk, nu krijgen we die leningen. Maar het gaat naar voren komen hoe slecht we hebben onderhandeld. Wanneer we terug moeten betalen. Daar gaat het naar voren. Nu nog niet. En dan zijn zij al lang dood of weg. Of vakantie of geremigreerd of geëmigreerd naar het buitenland. Maar dan zitten wij met die problemen. Of vooral ons nageslacht. Want ik niet meer. Ik ben dadelijk misschien ergens op Lina's Rust of Marius Rust. Ja. Maar het nageslacht, die gaat er mee zitten. Die gaan zien wat deze ellendelingen voor ze hebben gedaan. En dat vind ik jammer. Ze hebben er niet voor gekozen om op deze aarde te komen om dit mee te maken. Want het is niet alsof we het nu al goed hebben, ondanks die herschikkingen. Asa nego, dat is het daarbij moest bij. We hebben het niet goed. Want dat geld dat over... Die vrouw van IMF die hier was... Ja, ik geloof een Spaans sprekende vrouw. Ja. Die was hier van IMF. Wat heeft ze als opmerking geplaatst? Wat hebben jullie gedaan met dat geld dat jullie hebben overgehouden? Van een subsidie afschaffen, herschikkingen. Hij is heel veel geld overgehouden. Wat hebben jullie ermee gedaan? Heeft die vrouw gesteld hoor. Wat doen jullie aan een sociaal programma met dat geld? Als die vrouw je die vraag stelt, betekent dat die vrouw info heeft. Vergis je niet, als zulke instanties jou vragen stellen, hebben ze info dat jij iets niet goed doet. Dat jij iets corrupt doet. Want niemand geeft verklaring wat ze met dat geld hebben gedaan. Heb je ooit gehoord dat de regering het volk gedocumenteerd voorlegt wat zij aan projecten hebben gedaan? Vooral het sociaal gebied. Niks. Ze gaan nou woningen bouwen. Heb je de structuur gehoord, hoe die woningen gebouwd gaan worden en wat je gaat betalen ervoor? Er gaat weer een stel matties loyalisten rijk gemaakt worden. En dat is het probleem van politiek in Suriname. We hebben geen politiek hier nodig, we hebben technocraten nodig. Meneer Fraser, we hebben de afgelopen zeg maar weken, maanden een golf aan overvallen gezien. Drugstransporten, takpi potmi. Maar die rol overvallen van nu? De mannen wachten net in morgen of tap of korofi. Ja. Nou mama, faya zo de mijn kote kino. Ja, dat is toch een logisch gevolg. Is een logisch gevolg. Het moment dat de economie in een land achteruit gaat, criminaliteit gaat direct stijgen. Is een logisch gevolg. 1. Ieder mens heeft een instinct om te surviven. Wat ga je doen? Als je geen eten hebt, je gaat stelen. Je gaat gegarandeerd stelen. Of bij die Chinese winkel op de hoek. Of bij buurvrouw, je gaat stelen. Want je moet toch surviven. Dat is 1. 2. We hebben die jeugd volledig verziekt en aan hun lot overgelaten. Kijk maar naar de omgeving van die jeugd. Ga maar naar die, wat ze graag noemen, achterstandswijken. Ghetto's hebben ze nou genoemd. Want ze hebben Amerikaanse naam gezocht. Weet niet eens wat die naam betekent, maar ze noemen het dan maar ook zo. Achterstandswijk is het. Ga naar al die achterstandswijken en kijk wat er daar gebeurt. Dan ga je merken dat er een sociale achterstand is in ontwikkeling. Je gaat merken dat de jeugd als een lot is overgelaten. Na 7 uur 's avonds, wanneer de zon is ondergegaan, kijk wat je op straat ziet. Kijk wat je op straat ziet. Je ziet heel wat jeugdigen op straat. Waarom? Thuis is het de hel.
Soms slapen ze met 16 man in een eenkamerwoning. Het is een hel, die omstandigheden. Wordt er door de politiek ooit een verlichting daarin gebracht? Nee. Nee, ze laten ze precies zo, want ze worden gebruikt om de 5 jaar als stemvee. Lekker gemanipuleerd, lekker gek gemaakt, bang gemaakt. En dan worden ze gebruikt voor stemvee. Dus je moet ze arm houden, want als je ze rijk maakt, gaan ze niet meer voor je stemmen. Dat is politiek. Ja. Dat is politiek. Politiek houdt mensen arm, maakt mensen niet rijk. Want anders kan je ze niet manipuleren. En hetzelfde doet religie ook. Religie doet hetzelfde. Mensen achterhouden in de tijd. Want anders kan je ze niet manipuleren. Stel eens voor dat je modern wordt. Daar heb ik niks meer aan je. Ja. Dat doet politiek en dat doet religie. Daarom heb ik je gezegd, ze hebben precies dezelfde kern. Beide systemen hebben dezelfde kern. Want vergis je niet, religie is even corrupt als politiek hoor. Kijk maar naar die pater Tsouni. Die bemoeit zich ineens ook nog met politiek. Heeft brief geschreven naar president. Is onveilig in het land en weet ik veel. Waar heeft hij die shit vandaan? Moet die man niet preken daar in zijn kerk? Die man is geen politicus. Waar bemoeit hij zich mee? En als je iets te vertellen hebt aan de president, ga naar die vragen gesprek aan, vraag audiëntie aan, ga naar die president en zeg hem. Ja. Maar nee, er moet een spelletje gespeeld worden. Wat is de bedoeling? De bedoeling is, je moet het zien als een aanloop. Een aanloop. Er wordt een bedje gelegd, een bedje klaargemaakt voor wat er gaat komen. De bedoeling is dat er een staat van beleg wordt afgekondigd. Een noodtoestand, waardoor de DNA kan worden uitgeschakeld en waardoor Chan kan regeren op basis van zijn eigen gemaakte wetten, zijn staatsbesluiten en weet ik veel. En dan is het afgelopen met Suriname, want dan krijgen we een pure dictatuur. En dan kan je de verkiezingen van 2025 vergeten. Hoor je Chan praten over die verkiezingen? De voorbereidingen daarvoor. Die voorbereidingen behoren anderhalf jaar tot een jaar. Een jaar tot anderhalf jaar ervoor behoren de voorbereidingen gemaakt worden. Hoor je, Chan? Hoor je, E-minister? Ja, die Kronte of Bronte, hoe die man heet. Die hoor je bla bla bla, weet je, volkstelling en weet ik veel. Maar hoor je daadwerkelijk de voorbereiding voor een verkiezing? Hoor je niet? Want er is een ander programma. En dat programma gaat uitgevoerd worden. Ik kan taantikking. En het volk heeft zijn macht verspeeld. Het volk had de macht om in te grijpen. Maar het volk is te laf, te laks, te verdeeld. En te onvriendelijk tegen elkaar. We houden niet van elkaar. We leven, daarom noemen we Suriname een samenleving. Geen natie. We leven alleen maar samen hier. Maar we zijn geen natie. We houden niet van elkaar. We tolereren elkaar. We houden niet van elkaar. Ja. En dat is het probleem. En dat weet die politiek, dat die verdeeldheid heerst. Dus, kunnen ze er lekker op inspelen. En zo houden ze zichzelf in stand. Maar mensen vrezen ook voor een situatie als wat er in Haiti gebeurt. Want ja. Niemand lust deze regering. Iedereen kijkt uit naar 2025. Ja. Als Jan nou zo besluit om geen verkiezingen te houden, vrezen we het ergste? Nou, nog niet. Wanneer we het ergste gaan krijgen, is wanneer Chan Suriname tot deelstaat van India wil gaat maken. Dan krijgen we de pop aan het dansen, want daar is hij mee bezig. Daar is de VHP mee bezig. Suriname maken tot een deelstaat van India. Hoe ziet u dat? Dat is uw wens. Wat is er tot nu toe gedaan om dat zo te kunnen zien? India heeft toch al een terrein gekregen aan de Jagannath Lakshmastraat? Ja. Om daar hun dingen op te zetten. India wordt toch steeds gevraagd om. Waarom denk je, Chan is gegaan naar India? Is hij gegaan daar om Suriname te verheffen? Nee. Hij is gegaan daar om meer Indiërs naar hier te krijgen. Hij is gegaan daar om India te betrekken bij die brug naar Guyana. Hij is India gaan bedelen daar om veel meer ondernemers hier naartoe te sturen. En veel meer bedrijven om zo de economie te kunnen beheersen. Dat is de bedoeling. Want in ruil daarvoor krijg je dan de status van deelstaat. En ik heb een naam bedacht voor mezelf. Grappig, want ik hou van grappen maken. Suribi. Want je hebt Bombi en dan wordt het Suribi. Ja, grapje hoor. Maar we hebben de vicepresident aan de andere kant. Hij is heel veel in contact met Afrika daar. De Afrikaanse leiders. Nou, leider.
De Afrikaanse koningen, die komen heel vaak naar Suriname. Hij zelf is nu ook een koning, een Surinaamse koning. Maar hem is het niet gelukt om een van de rijkste Afrikaners naar Suriname te halen. Terwijl dat meneer van Buitenlandse Zaken wel is gelukt. Meneer Ramdin, hij haalt een rijke Afrikaan naar Suriname. Waarmee zijn die koning, nou, hoe zou ik het zeggen? De vice-president houdt zich niet, dan waarschijnlijk niet bezig met de juiste Afrikaners. Laat me dit zeggen. Brunswijk, onze vice-president, die is van hetzelfde niveau als die koningen die hij laat halen. Weet je wat die koningen zijn in Afrika? Je moet een keer kijken naar YouTube. Toch, daar neem je Afrikaanse film, dan ga je zien wat voor koningen zijn. Dan mag je Sofutu, Tapsanti Grong, Indep Chindorpu. Dat is zijn koning. En zoals je gaan agouteren of gaan kouteren, dat is zijn koning. Want dat heeft hij gedaan, want hij kon kouteren. Hij ben haar kouteren doorlopen, toch, VP, toch. Nu kan hij kouteren, dat pluizen uit, en zoals je gaan teren. Dat doen die Afrikaanse koningen. Ze zijn achterlijk, de tambakaina ting. Geen ontwikkeling, de dong. En daarmee houdt hij zich bezig. En dan voelt hij zich zo geweldig. Want koude eerlijk. Mijn hoop, de man komt voor mij van Abob, ja, want hij voor mij randakaba. Maar scholing nog dat. Atjepoti, hij is nog bachelor. Abbaing. Maar goed, laten we dat maar laten. Misschien heeft hij het werkelijk gehaald in de middernacht, hoor. In het donker, maar goed. Maar ik zie het niet. En daar houdt hij zich mee bezig. Maar het probleem wat hij dus in zijn geweldigheid niet ziet, is dat er een grote verdeeldheid is in het binnenland tussen al die verschillende stammen. Die Sarmakanders, de Quinties, die Matawais, allemaal. Er is een grote verdeeldheid. En geen lust hem. Want ze zijn zijn geschiedenis niet vergeten van die binnenlandse oorlog. Wat hij heeft gedaan met ze. Ze zullen hem het nooit vergeven. Geloof mij, ze zullen hem nooit vergeven. En daar vergist hij zich in. Hij denkt dat hij de koning over die Blakamangs daar kan zijn. Maar het is maar een beperkt groepje van Oost-Suriname. Mongo, Marowijne, die omgeving. Yeah. Al die dorpen waar zijn vader, moeder en zo vandaan is gekomen. Daar kan die koning over spelen. Maar laat hij gaan naar de Quinties. Laat hij daar koning gaan spelen, laat maar zien. Dan ga je zien hoe ze die kouteren en zijn neus gaan steken. Echt waar, of ergens anders, ik weet niet waar. Maar ze gaan het steken. Meneer Fraser. Ik wil het nog steeds hebben over dat van die jeugdcriminaliteit, joh. We hebben niet zo lang terug dat gehad van waar agenten een jonge heer hebben neergeschoten. Je had het de vorige keer ook al erover. Het wapentrekken voor jongeren en dat soort van type dingen is niet de juiste oplossing om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Kijk, als je iemand zijn fundament, als je geen fundament legt voor het volk, kan je het politieapparaat kan je zo groot maken als heel Suriname. Maar die criminaliteit ga je niet onderdrukken. Je moet mensen een fundament bieden. Je moet ze een toekomst bieden. Zodat ze een perspectief hebben in het leven. Dan kan je criminaliteit gaan onderdrukken. Want dan kan je ze iets bieden. Maar als jij mensen niets te bieden hebt, zijn ze aan hun lot overgelaten. Kijk maar hoe jong die criminaliteit wordt. De criminelen worden steeds jonger. Steeds jonger en jonger. Ja? Dan ga je nog criminelen hebben in Suriname met luiers aan. Als het zo doorgaat. Zo jong worden ze, dadelijk hebben ze luiers nog aan. Het is verschrikkelijk. En dit noemt die regering dan de toekomst. Deze jongens, de toekomst. Waarom hebben we een beetje hier misreft idee? Als zij mijn toekomst moeten voorstellen. Want ze zijn helemaal verziekt in hun hoofd. Door die regering. Die regering heeft geen enkel fundament gelegd voor het volk. Want net als ik zo net heb gezegd. Het volk moet arm blijven, want anders kan je ze niet manipuleren. Dus je moet ze niet opbouwen. De regering, geen enkele regering heeft ooit deze groep mensen opgebouwd. Waardoor wij jaar in jaar uit diezelfde achterstandswijken behouden. Wat doen ze in die achterstandswijken? Rij maar een keer, interview ze. Tieners, zwangerschap, drugs dealen, drugs roken. Dat is het enige wat je daar... En Biggie Jari vieren. Want dat blijkt aan mijn lobby. Om de 5 jaar moet ik Biggie Jari vieren. Al eet ik zout met rijst. Maar ik moet Biggie Jari vieren. Want mijn verjaardag bij. En Shana had ook feest gegeven. Dus ik moet ook een feest geven. Ja. Dat is wat er in die achterstandswijken gebeurt. Ga naar die achterstandswijken. Ik heb een keer een wedstrijd gedaan met een andere collega. Ik zet 10 briefjes van 10 SRD op het dashboard. En dan rijden we door die achterstandswijken. Als jij een bananenboom ziet, of een bitawiriboom,
of tireblad ziet geplant, mag je een tientje nemen van het dashboard. We zijn gereden, geen enkel tientjes verdwenen. Want het enige wat je ziet, kreton, fire lobby, poespoesteren, dat is het enige wat je ziet. Terwijl iedereen in Suriname, niemand woont hier in een flat. We hebben allemaal hier een erf. We hebben allemaal een erf. We hoeven niet aan voedsel te pinaren. Want we hebben allemaal een erf. Het enige wat de overheid moet doen, is plantjes ter beschikking stellen. Plantmateriaal ter beschikking stellen. Aan het volk, zodat ze zelf op hun erf hun groenten kunnen verbouwen. Ja. En dan weet je tenminste ook dat je onbespoten groenten eet. Want wat je koopt op de markt, is helemaal wit. Van pesticiden en allerlei shit wat ze voor die groenten spuiten. Ik plant zelf. Ik plant zelf. En in de volgende aflevering wil ik je ook tonen wat ik allemaal plant. En dan zal je zien dat ik biologisch plant. Ik gebruik geen chemicaliën. Daarom hebben wij vaste klanten waar wij groenten aan leveren. Die willen geen groenten meer van de markt. Want ze proeven het verschil. Ja. Want onze groente is veel lekkerder. Het heeft geen chemicaliën. Dus ze kiezen liever daarvoor. Dus we hebben vaste klanten. Meneer Vreese, hier waar u woont, Mim Tegi, eerlijk, Pekka schuit u wel hier. Hè? Ja. Je bent helemaal weg van het centrum met die drukte en die politieke druk vooral. Ja. En Awinte, waar schuit u, ja? En ik ben heel ver verwijderd van die chiptologie. Die waanzin der mensheid. Daar ben ik heel ver van verwijderd. Ik heb hier viervoetige apen rondrennen, geen tweevoetige. Die zie je in de stad. Ja, dus... Ja. We leven hier vredig. Hier word je 300 jaar volgens mij. zo gelukkig leef je hier. Echt. En hoe is het leven hier zelf? En, wat kunt u me vertellen? Tede ja, nasaramaka ude, falibi desrevi. Want, als mijn vrede go tang, if je goroko in a binnenstad, je vrede go door buiten, tak van, je zit alibi drape. Nou, het is, kijk, dat is ook weer zo iets typisch. Dat door die politiek jarenlang is ingepompt in die stadsbewoners. Je moet dancing hebben, je moet chimeet hebben, je moet luxe winkels hebben, want je moet luxe kleding, want je moet concurreren met je buurvrouw. Je moet een langere pruik hebben dan buurvrouw, weef dat op de grond. Weet je wel, moet je hebben. Je moet nagels hebben die een kilometer lang zijn, Lekwa Tigri. En je moet wimpers hebben, zoals Jesma Prasara Sibi. Weet je, zo lang moeten die wimpers zijn, Jesma Prasara Sibi. Kijk, had ik de wimpers die prasi. Weet je, dus dat is wat de mensen is ingepompt, de stadsbewoners. Waardoor je zelden ziet dat stadsbewoners verhuizen naar het platteland. Terwijl ik ben geboren en opgegroeid in de stad. Maar ik heb altijd verlangd naar het platteland. Want ik heb nooit heil gezien in die stad. Die stad ga ik om zaken te doen, maar niet om te wonen. Hier woon ik heerlijk. Ik heb geen last van niks en niemand. Hier wordt er niet gestolen. Mijn gasbom met tang. Nou, als maar ik voer mijn gasbom. Weet je niet. Hier woon je heerlijk. En iedereen kent elkaar. Iedereen helpt elkaar. Weet je, die sociale controle is heel goed hier. En waarom ga ik daar in de stad gaan wonen? Weet je, hier mag andere lekkies tot duivie. Klaar ligt de dag, wordt moesje op de balkon verroofd. Ja? Wat vrouw je parkeren, wat je wordt beroofd. En wat vrouw nog barrieren, maar gewoon vrouw wat je. Moet ik dat meemaken in die binnenstad? Geef me plattelandje. Laat die mensen lekker hun lol daarvoor hebben hoor, in die stad. Hier word ik 100 jaar. Inderdaad geeft de binnenstad wel de mensen het idee dat het heel onveilig is in Suriname. Dat is, want de binnenstad is eigenlijk het beeld van Suriname, van like, ik ja beeld van tak, hey, dit is Suriname, right? Ja, precies. En daar is die onveiligheid. Net wat ik daarnet zei, toch? Hier heb ik viervoetige apen, daar heb je tweevoetige apen. Wel, die tweevoetige apen zijn die ellende. Hier op het platteland hebben we geen ellende. Je hoort trouwens die viervoetige apen van me, die baboen. Hoor je trouwens zo net even gillen. Ja, dus hier leven we heerlijk. We hebben hier die stress niet. In de binnenstad heb je constant stress. Dan moet je camera's aanschaffen. Want je hele erf, je hele terrein, overal tot op straat moet in beeld gebracht worden. Je moet een alarminstallatie hebben. Je moet dievenijzer hebben. Want je bent een levende gevangene. Dan kan je net zo goed op Santa Boma gaan wonen, toch? Dan leef je daar ook zo als een gevangene. Achter tralies. Maar dat heb je hier op het platteland niet, toch? Hier leven we relaxed. Ja, zie je die wijzer aan die huizen? Nee, we leven hier relaxed. Want hier hebben we die criminelen niet. Ze blijven lekker in de binnenstad en ik hoop dat ze daar blijven. Ze moeten nooit deze kant komen, laat ze daar blijven. Ja. Ja. Want daar horen ze thuis, hier niet. Weet je, dus
Hier leven we heerlijk, we planten. Niemand komt onze vruchten stelen, niemand komt onze groenten stelen. Plant het in de binnenstad, plant daar groenten in de binnenstad. Waar je moet 3 waakhonden hebben om die groenten te bewaken. Plus camerabeelden van de voerderij groenten Tjagwe. Ik ben een kennis geweest van mij op Flora. Dus hebben die vrouw de hele papayaboom weggekapt. Niet die papaya's gehoest, nee, de hele papayaboom gekapt. Jij nu is geen grapje. Dit is bloedserieus. Het klinkt komisch. Ik heb kapot gelachen toen ze me vertelde. Maar het is heel serieus, die hebben die boom geweest. Ze hebben die boom gewoon door de helft gekapt. En al die papaya's meegenomen. En dat maak je daarmee in die binnenstad. Is toch erg? Look at the kroto bofuru, ja, van de lege kroto. Nu was maar de kobroko kroto, ja. Nu was maar de voer was aan, ja, zo. Look of manja boos panga, manja. Nu was maar de voer, ja. Deuren van de binnenstad. Na bijna 60 camera, je poten onder de manja boven, look at the manja. Wat heb je een look met de kapaier, manja boven? Meneer Vreeser, we horen het, ja. Ik vond het heel fijn om weer met u te praten. We hebben hele goede zaken besproken in... Dat is waarvan die kijkers sowieso zullen genieten. Kijkers, dit was Kulturu TV Open Mic met de heer Imro Vreeser. En wij zien u terug de volgende keer in Zwitserland, 17e rijkste land van de wereld. Ja man, fantastisch. Tabaka gang, de Canada Peuwang. Ja. Kijk voor het nieuws, go look up je nieuws. Kulturu Nyusu. Pas de vastraat is refbuntu, unde boniu, sa def arkina niu, kulturu nyunsu, pas de vastraat is refbuntu, Suriname zo een hele klan, mako dek ti hele kwan, weshi, alas mai sari, alas mai bari, ma efu bondru kwa wang. Tak wesre kama masra nang Beno wa soma No abif kwari No abif sari Yeah Baya kriyoul ya fans of shini Esha idoul in distance of enemies Dambo taki on the right place Different colors One stage Go 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 Be alo be gro Be we lafu anta I guess tak I go Be koro sinanga Manensa bigi bigi, no. We go axa for luck if the loba bolate. We go arga problema for the sma in the wake and we libi shwiti. So long how sampe you de we swing committee, yeah. Druk tap a link make we stelling a praise. Sterker kan wel want united say way. We kunnen a gemeenschap, we doa broko, maar den a gereedschap. And we give almighty thanks and praise tak. Back in the week in our way, that is the least blood. What's in my lace cut? Statistics review for week that, yeah. Hatcha is take a kill cut. Bit quadro miss cut, what you with that? Kulturu teife. My
bari. Kulturu.com na anu su vechari. No fake, no joke, ya anu su prespari. E fu bondru kwa wanda mine kou da ushwari. Ya anu su nesari, why begin te wan clari. Te skrai ten share, make the fans fi arki. Ya we libu no prati, u ape inei parki. We de tapas trati, ka kwang ai kragi. U de borai duen. Aksa falak fai gwang a de stijging. E fu vergelijk ding. U a babo wijs dwing. Da u ka verwijs ding. Go na beleis ding. A probleem fa falak na de stijging. Dat bek weta mita falak fu de ta eis ding. Want u po weri koma fu de kotis kei ding. E u funap de ving. Day for iets nieuws. Sto look op je nieuws. Kulturu nyunsu, paste fastratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Kulturu nyunsu, paste fastratis respuntu.